Het legerapparaat is 13 onderofficieren rijker. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Q. Assen, zegt dat het leger bewust moet zijn van de rol en de meerwaarde van de onderofficieren. Hij sprak in de Mimbrebuku-kazerne bij de diploma-uitreiking van de onderofficierenopleiding van de Surinaamse Militaire School. De legertopman benadrukte dat er een mijlpaal is bereikt met het adequaat versterken van het legerapparaat met de 13 nieuwe leidinggevenden. De onderofficieren zijn de ruggengraat van het leger. Ik zal in mijn speech daarom ook kort stilstaan bij de rol van de onderofficier. Het is dus een feit dat de onderofficieren de ruggengraat zijn van het leger. Internationaal is dat ook zo. Maar wat betekent dat nou precies? De onderofficier is de leider die directe impact heeft op de manschap. Hij heeft directe invloed op de manschap. Hij communiceert met de manschap over wie, wat, waar, wanneer, hoe en in het bijzonder het waarom. De onderofficier is degene die rechtstreeks en dagelijks werkt en leeft met de manschap. De onderofficier is dan ook mede verantwoordelijk voor de gezondheid, welzijn en veiligheid van zijn manschap. Het is volgens de legertopman gebleken dat onderofficieren niet altijd kritisch genoeg zijn. Hij merkt op dat vooral de leescultuur van deze functionarissen aangescherpt moet worden en de nieuwe lichting hun stempel moet drukken op de vorming van de manschappen. En ieder van u zal wat u geleerd heeft in de praktijk moeten brengen. Daarbij zal leiderschapskwaliteiten van zeer belang zijn, bijzonder belang zijn. De kernwaarden. Rechtsstaatsprincipe, patriotisme, integriteit, discipline, professionalisme, vertrouwen, besluitvaardigheid, creativiteit, respect, moed, eer, loyaliteit en in het bijzonder kameraadschap zult u daarbij hoog in het vaandel moeten houden. U gaat straks in het veld, op de grens of in het binnenland situaties tegenkomen waar het heel moeilijk vertoeven is. Waar de verleiding groot is om corruptie te plegen. U zult zich te alle tijden integer moeten opstellen. Integriteit is een van de pijlers van het Nationaal Leger of van de Defensieorganisatie. Q. Assen geeft tenslotte aan dat de problemen die de financieel-economische situatie met zich meebrengt niet onderschat moeten worden. Volgens minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zijn met het slagen van de nieuwe lichting grote stappen richting professionalisering van het leger gezet.